Vandaag even vanuit de camper, in plaats van voor de camper, want het is al avond. We zijn in Emden. Emden is een stad in Noord-Duitsland, bekend van de VW-fabrieken. Misschien wel leuk om even te vertellen. Die hele VW-fabriek wordt omgeturnd tot een elektrische VW-fabriek. Dus niet elektrisch gebouwd, maar er worden elektrische auto's gebouwd. Emden is een vrij behoorlijke stad. Ik zie straks in beelden ook wel met leuke terrasjes en zo, kun je prima zitten. En daar hebben ze een paar camperplaatsen. Wij vinden zelf een van de mooiere camperplaatsen midden in het centrum, want je loopt zo naar het centrum. In de jachthaven, daar staan we nu. Overigens wel een beetje lawaai van treinen die iets verderop zijn. Dat zijn waarschijnlijk die verwees die getransporteerd worden vanuit Emden naar elders in de wereld. Die hoor je wel af en toe voorbij komen. Maar goed, alles maakt het goed. Je staat in de jachthaven. Prima plekje, maar erg druk. Het hele jaar door. Wij komen hier al een aantal jaren. En wij waren deze keer heel erg verbaasd om een vrijdagmorgen voor 12 uur aan te komen. En er waren nog 4 plaatsen. En zou je denken, ja, als er 10 zijn, dan kan het snel. Nee, er zijn 40 plaatsen. Dus vechten om een plek in Emden. Wat kost het? €12 voor de plaats. Dan betaal je daarnaast voor de stroom. Je betaalt voor de douches. Je betaalt voor het toilet. Vuilnis kun je ontzorgen. Maar alleen als de havenmeester er is. En anders zet hij alles achter slot en grendel. Waarna blijkt de hele Emden de vuilnisbak daar vol te gooien. Verder betaal je ook voor de ontzorging. Vuil water kun je gratis doen, maar toilet en watervullen kost ook geld. Dus al met al kom je op een redelijk Nederlands tarief, laat maar zeggen. Maar het plekje is mooi, midden in de stad, midden in de haven. Kortom, Emden. Wij vinden dit een leuk plekje.